De vorige keer in de Gouden Cup Challenge. Hoe kun je zo zijn, Kill? Dagelijks HD. Oké, sorry dames en heren, dat was een hele turbulente week. En ik wil bij deze ook mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik zal het nooit meer zeggen, ik zei het als grap. Ik versprak me, dat was het. En daarom hebben we deze week de Kill Challenge. Kill, hij is ziek goed, hij heeft ook last van zijn keel. En ik heb er een leuk 3-5-2 teampje omgebouwd. Namelijk op doel heb ik, you. Dit is sowieso Robbie dit. You, ben dik. You, ik ben dik. Ja, hij lijkt ook nog op Robbie op een of andere manier. Dan hebben we Pamoduka, dat is gewoon een legend van de Eredivisie van Roda. Wat is met jou? Ook Raul staat in het team. Koffie. Jimmy, lachen. Haha, it's a prank. Dan hebben we Miranda. Met al die pranks heb je dikke YouTube money. En verder hebben we nog deze man, die vond het nodig om op zijn foto te drinken van een glaasje limonade. What a beast, hij is de enige goede speler, want verder hebben we Steven in de spits nog Wil Bruin. Ik wil Bruin. En hebben we Stefan Kiel in de spits. De reden dat ik dit team heb is meer, ja, het is een beetje, ja, het is de Kiel Challenge. Kiel. Op de bank hebben we nog camera en schoenvel. Kijk maar uit dat je schoenen niet gestolen worden. Zo zoals deze gasten. Deze gasten oden toch de Gouden Cup, ik zweer het je. Kiel. Meestal lees ik naar de comments en doe ik inspiratie op, maar deze week was het enige waar de comments over gingen was dit. Dus ja, nou is dit de challenge ook, hè. Kill! Ik heb overigens weer een pet en een overhemd op, wat echt totaal niet kan eigenlijk, maar ja. Dit team kan eigenlijk ook echt niet. Kill! Papa! Ik lijk steeds meer op jou. Nou, ik lijk helemaal niet op hem. Stomme kut tegenstander, ik ben natuurlijk veel beter natuurlijk, hè? Natuurlijk, hè? K. Ik wil K. Ik wil bruin. Bruin brood. Gerson, koffie. Koffie hebben we vorige week ook al gehad. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk meer. De enige die moet scoren. Wat ga je op je bek, man, Wil Bruin? Ik word helemaal in de war hiervan. Dat kapsel van die Kill, dat is echt niet te geloven. Kill, hoe kun je dat kapsel nemen? Ik ben wel bang dat ik door dit soort video's daadwerkelijk het woord Kill in mijn vocabulaire ga opnemen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Volgens mij is deze man daadwerkelijk echt ontzettend goed in schieten. Gewoon een beker vast hebben op je ultimate teamkaartje. Dat is toch de dream? Zelfs als iemand met een banaan op zijn ultimate teamkaartje staat. Dat zou toch geweldig zijn? Of was het bij Beugelsdijkse Informa? Dat is dat kopje van Rustig bijvoorbeeld zo op zijn kaartje geplakt. Dat zou toch geweldig zijn? Dat vind ik nou echt heel mooi. Rustig. Ik krijg een penalty, oké? Okay. Ja, dat kan er maar één zijn. Skill. Het staat er ook zo mooi. Skill. Let's go. Hij maakt hem door een master goal. Echt heel mooi. Kill ontsteking heeft hij niet, want hij schiet er wel mooi in. Gerson, koffie. Doe mij maar zwarte koffie. Maar Miranda zegt dat ook altijd. Pa zegt zo, zoals jij die voorzetten geeft. Ja, zo geef jij die voorzetten, hè? Daar is Pa Maduka. Let's go. Wat een tag. Hebben jullie die goal van hem wel eens gezien? Oh, vies mooi. Leg hem achter de verdediging. Daar is Kill. Kill. Wat een schot voor een stomme centerback. Oh, dit plukje, wat doe je? Ik zie het nu al voor me dat heel veel mensen commenten. Ah, hij zei Kill op een bepaald tijdstip. Net als vorige week. En nu, ja, nu zeg ik natuurlijk heel de tijd dat mijn hele video erover gaat. Haha. Ja, wat doe je? Wat? Here comes the money. Money. Oh, kut. Die gast met die appelsap als zijn foto. Heeft hij ook 4 star skills? Nee, heeft hij niet, denk ik. Maar hij is wel echt ontzettend goed, hoor. Ik ben benieuwd of Kill vrije trappen kan nemen. Hij heeft 30 nauwkeurig hebben. Dat zegt meestal niet heel veel. Dat zegt meestal geen ene drol, jongen. Als Jappie Sillissen ze kan nemen. Ik wil bruin. Ik ben ook een klant. Kom op. Wat is je team slecht? Oké, dat heb ik niet gezegd. Ik wil bruin. Komt. Zou toch ook... Nu heb je de, laten we zeggen, de kaaswinkel editie. Zou toch ook leuk zijn als je, laten we zeggen, de bakkers editie had. En dan kwam ze binnen. Ik wil bruin. Ik wil bruin brood. Ik ben ook een klant. Wat doe je, vriend? Valerie. Ja, die is eigenlijk echt niet leuk. Het is wel een eigen doel van Bazaï. Oh, schiet hem even op de lat. Casual, want dat is die met die baard. Dat is Raoul die dat schoot. Wat doe je nou? Je wist een lach onder mijn dekens. Ik word helemaal afgeleid. Jongen, ik zit hier te chillen en ik schrik me dood. Ik denk... Kom eens hier. Komt dit beest ineens onder mijn dekens vandaan? Spit is in die mic. Spit. Spit hem. Het boeit er ook echt helemaal niks. De meeste katten gaan krabben en zo. Echt, het boeit er helemaal geen drol. Tot de volgende keer. Bij de Gouden Cup, doei. Oh nee.
Ik stond 2-0 voor, toch? Ja, ik stond 2-0 voor. Ik schrok al. Ik kan hem nog steeds vasthouden, maar... Oh, die kat, jongen. Let's go, gewonnen. Door naar de volgende ronde. Let's go. En Kill is niet eens Man of the Match. Het is Koffie met de Man of the Match. Koffie traint in zijn oude kloffie. Standaard Premier League teampje. Niemand die verzint ook iets leukers of zo. Het belooft een bloedstollende bekerwedstrijd te worden. Een bloedstollende bekerwedstrijd. En hij heeft de beker al in zijn handen. Die ene paarse speler. Hou, is het mogelijk, Giel? Ik wil bruin. Hij is er weer terug. Kom op, geef nou eens een keer een goede voorzet. Wat voor lepelvoorzet is het? Echt zo... Wieuw. Lepel? Kill. Wat een lek is dit. Kom aan. Nee. Valeri. Oh. Je hoeft hem niet helemaal kapot te spelen. Ik word nu al misselijk voor het gebruik van dat woord. Ik ga gewoon zijn naam niet meer uitspreken. Hallo. Wat jammer nou. Kill! Prank! Hier zit ik onder de dekens. Prank video! Oké, Wil Bruin gaat eruit en waar is die camera? Camera komt erin! Wat een corner! Het moet ook zo zijn. Noem ze Chelsea die straks gaan spelen in de Champions League. Oh, die scoren waarschijnlijk ook één corner en knikken ze Paris eruit of zo. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Terwijl die Paris zo goed kunnen voetballen. Rustig! Zou die zijn beker ook mee hebben genomen naar het veld? Want volgens mij heeft hij niet in zijn hand als je zo met hem loopt. Rustig. Wow, dit is zo hard. Je ziet al die strontstrepen op het gras staan. Oh, wat een vieze baard ook, hè. Ik moet zeggen, tegenstander is eigenlijk best wel solide. Best wel sterk. En nu heeft hij een foutje. Valeri, flikker je beker dan op de grond en gaan rennen. Oh ja, jammer. Het is voorbij. Klaar is Kees. Kill. Ik ga nooit meer het woord gebruiken vanaf nu. Als je nog één keer hoort in mijn video, dan trakteer ik iedereen op zo'n dikke frikandel. Bruh. Ja, jammer. Dat is heel erg jammer. Bruh. Dit is het leven van Kill. Kill wordt niet gestopt door haters. Kill wordt niet gestopt door een ontsteking in zijn keel. Kill wordt niet gestopt door een of andere domme killstreaks. Nee, Kill is vastberaden om deze goal te maken. Het is je boy Kill, hij doet het nog ook in de natuurdocumentaire over je boy Kill. Hiermee sluiten we de perfecte video af. Hij is zo blij terwijl hij 3 en 8 staat. Bedankt voor het kijken. Laat nu wel normale comments achter met suggesties in plaats van... Hij zei... Oké, jullie hebben eigenlijk gelijk. Ik mag het nooit meer zeggen. Ik hou van jullie. Blauw duimpje is tof. Joejoe. Ik ben dik. Dikke BMW. Dikke BMW, jongens.